Op de provinciale weg N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel zorgt de toenemende verkeersdrukte steeds vaker voor verkeersproblemen. Dit leidt indirect ook tot sluipverkeer en verminderde leefbaarheid in de omliggende dorpen. Met de verbreding van de N279 Noord wil de provincie Noord-Brabant deze situatie verbeteren. De weg wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en een aantal kruispunten zal ongelijkvloers worden aangelegd. Op deze manier wordt de weg veiliger en kan het verkeer beter doorstromen. Op de nieuwe weg mag maximaal 80 km per uur worden gereden. In deze animatie kunt u zien hoe de nieuwe N279 eruit gaat zien bij de aansluiting op de A2 en bedrijventerrein De Brand, bij de brug over de Nijvelaar en bij de aansluiting bij Berlicum, Middelrode, Heeswijk-Dinter, Heeswijk-Dinter-Zuid en de A50. Ook ziet u hoe er bij de aanleg van de weg wordt geïnvesteerd in natuur en recreatie. Zo wordt bij Hersent en Aveld een deel van het project Dynamisch Beekdal van Waterschap A en Maas gerealiseerd. Bij de A2 komen extra opstelstroken bij de verkeerslichten van en naar de A2. In de oorspronkelijke plannen zou de kruising bij bedrijventerrein De Brand niet ongelijkvloers worden aangelegd. Momenteel wordt onderzocht of dit wellicht toch mogelijk is. De verbreding van de N279 bij de Beuzingse Dijk is bij de aanleg van de brug Nijvelaar al eerder gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De brug was nodig voor de aanleg van het Maxima-kanaal dat onder de N279 doorgaat. Voor een goede doorstroming van en naar Berlicum komt er bij de Runweg een nieuw ovaalvormig viaduct. Een nieuwe fietsbrug over het kanaal sluit direct op dit viaduct aan en zorgt voor een snelle fietsverbinding vanaf Berlicum naar 's-Hertogenbosch, Veghel en Den Dunge. Richting Berlicum komt een brug over de A. Bij Middelrode wordt de bestaande brug over het kanaal verlengd. Er komt een extra viaduct over de N279 voor het verkeer van en naar Middelrode. Ook het kruispunt bij de afslag Heeswijk-Dinter wordt ongelijkvloers aangelegd. Het nieuwe viaduct ligt ten opzichte van de huidige kruising iets meer richting 's-Hertogenbosch. Ter hoogte van Heeswijk-Dinter-Zuid komt een nieuwe afslag vanaf de N279. Deze afslag sluit aan op de randweg Heeswijk-Dinter-Zuid naar het dorp die de gemeente Bernhezen aanlegt. Net als bij de aansluiting bij de A2 komen er bij de A50 ook extra opstelstroken bij de verkeerslichten van en naar de A50. Bij de aanleg van de weg is er ook oog voor natuur en recreatie. Zo komt direct naast het kanaal een fietspad van Veghel naar 's-Hertogenbosch. Op diverse plekken worden voorzieningen gemaakt voor dieren, zoals faunatunnels, huismuskasten en vleermuishotels. Ook wordt de komende jaren op diverse plekken langs het tracé flink geïnvesteerd in extra natuur en daarmee aan een mooie omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld rondom het kasteel Heeswijk als historisch icoon in het landschap. Tegelijk met de uitvoering van de N279 werkt de provincie aan het Dynamisch Beekdal. Dit project van Waterschap A en Maas bestaat in totaal uit 6 trajecten. Een aantal ervan is al uitgevoerd. De aanleg van de trajecten Hersent en Aveld wordt meegenomen met de verbreding van de N279. Dit wordt gedaan om kosten te besparen en om hinder voor de omgeving en weggebruikers te beperken. De rivier de A tussen kasteel Heeswijk en de A2 bij 's-Hertogenbosch is nu nog een rechte beek met steile oevers. In het dynamisch beekdal krijgt de A weer zijn natuurlijke loop en ruimte om te meanderen.
Daarmee komt ook ruimte voor waterberging in het naastgelegen landbouwgebied. Bij hoge waterstand in de Aa kan hier tijdelijk 600.000 kubieke meter water worden opgevangen om overlast in 's Hertogenbosch te voorkomen. In het Beekdal komen diverse wandel- en fietspaden en mogelijkheden voor kanovaren. Met de verbreding van de N279 Noord en de inrichting van het dynamisch Beekdal zorgen provincie en waterschap voor een goede verbinding tussen Veghel en 's Hertogenbosch die past in het landschap. De werkzaamheden zijn afgerond in 2017.